U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de uitspraken van directeur van de bibliotheek Gert-Jan Zweep over de aankomende bezuinigingen. Wat vindt u van zijn uitspraken? Nou, wat ik vooral heel erg jammer vind is zijn uitspraak dat hij het beeld schetst dat er door de bezuiniging de BIEB dreigt dicht te gaan. Is dat beeld dan niet correct? In onze ogen is dat beeld niet correct. Aan de orde is dat wij al vanaf maart met de bibliotheek in gesprek zijn. Dat de bibliotheek elke keer blijft roepen dat het niet kan. Dat er nu eindelijk vanaf augustus voorstellen liggen om de bezuiniging in te vullen. Dat is nog niet voldoende. Maar wij vinden als college dat de bibliotheekbestuur en de directeur hun verantwoordelijkheid moeten pakken en de bezuiniging op een correcte manier moeten invullen, zodat de BIEB voor Almelo behouden blijft. Er is dus, als ik uw woorden goed beluister, geen sprake van sluiting van de bibliotheek. Het college van BNW sluit de BIEB niet. Wij bezuinigen 2 ton. Ze krijgen nu 1,8 miljoen euro subsidie per jaar en ze krijgen straks 1,6 miljoen euro subsidie per jaar. En voor dat bedrag kunnen zij de BIEB in stand houden. En komt dat overeen met de basisvoorziening die iedere gemeente moet bieden ten aanzien van de BIEB? Nou, als je kijkt naar het landelijke gemiddelde van bibliotheken, zitten wij in Almelo met onze bijdrage aan de BIEB op dit moment boven het landelijk gemiddelde. Dus het is niet zo dat wij de bibliotheek onevenredig hard aanpakken. We doen deze bezuinigingen overigens niet omdat we dat leuk vinden, maar wij moeten als gemeente bezuinigen. En wij hebben al jarenlang op allerlei posten bezuinigd, onder andere op de WMO en op de jeugd en op de bijstand en op de uitvoering. Op alle posten hebben we bezuinigd. En dit jaar moeten ook de gesubsidieerde instellingen daar een bijdrage aan doen, zodat we met z'n allen in Almelo de pijn dragen die we moeten verdelen. Hoe verklaart u dan de uitspraken van Gert-Jan Zweep dat er sprake zou zijn van sluiting? Nou, dat is de beeldvorming waarmee ze bezig zijn om zeg maar de bezuiniging in een kwaad daglicht te stellen. Het is misschien ook wat verzet tegen de bezuiniging. En nogmaals, daarom vinden wij ook dat het bestuur haar verantwoordelijkheid moet pakken en de bezuiniging moet invullen. Gert-Jan Zweep zegt, de bezuinigingen zijn niet meer haalbaar. De bodem is bereikt. Hoe kijkt u daar tegenaan? De bibliotheek heeft 2 mogelijkheden om met de bezuiniging om te gaan. De eerste is om de kosten te verlagen. En daar zijn voldoende mogelijkheden voor om de kosten te verlagen. En de tweede mogelijkheid is om de inkomsten te verhogen. Daar hebben we allemaal suggesties voor gedaan. En in plaats van bijvoorbeeld een petitie te laten tekenen door mensen tegen de bezuiniging op de BIEB, zouden ze ook kunnen oproepen aan de mensen om vooral lid te worden van de bibliotheek en een betaalde abonnee te worden van de bibliotheek. Waarmee ze de draagvlak van de bibliotheek in Almelo ook vergroten. Als wethouder cultuur bent u nog steeds in gesprek met de BIEB, zegt u. Wat is de aard van de gesprekken? Dit onderwerp, hoe gaan ze die bezuiniging realiseren? Komt u nader tot elkaar? Het verloopt heel stroef, dat kan ik wel zeggen. Ja. Hebt u de gezamenlijke kijkrichting wel allemaal in orde? De bibliotheek verzet zich met hand en tand tegen de bezuiniging. En dat maakt het gepraat heel erg lastig. Wat voor uitkomst schat u in zal er zijn in november? In november zal de raad naar alle waarschijnlijkheid besluiten, ik ben tenslotte niet de raad, de raad beslist zelf, om de bezuiniging van 2 ton door te voeren. En als de raad zegt nee? Dan is het aan de raad.